Wij zijn hier bij Rijkswaterstaat West-Nederland-Noord in Haarlem. In totaal hebben we hier ongeveer rond de 5.500 medewerkers. Wij zijn een fietsstimuleringscampagne begonnen. Wij proberen daarmee onze medewerkers op de fiets te krijgen. Dat willen we aan de ene kant doen omdat het gezond is om fietsen naar het werk te komen. En aan de andere kant gaan wij volgend jaar verhuizen naar een ander pand. Daarbij hebben we een stuk minder parkeerplekken. De medewerkers zullen dus ook op een andere manier bewust moeten worden hoe zij naar het kantoor gaan komen. Bereikers heeft de Mobility Analyst. En dat is een programma waarbij inzichtelijk wordt gemaakt hoe medewerkers nu naar het werk komen. En deze campagne is dan echt gericht om het fietspotentieel te gaan benutten. Met een online reserveringstool kun je heel makkelijk een fiets reserveren voor een periode van 2 weken. En na die 2 weken kan de volgende hem weer reserveren. Het wijst zich allemaal vanzelf, gebruiksvriendelijk. Voor de hele periode zijn alle fietsen al gereserveerd. Als ik de medewerkers spreek die er gebruik van hebben gemaakt, ja, ze zijn echt heel positief. Ja, het beviel supergoed. Het heeft me wel zo ver gebracht dat ik eigenlijk over een maandje of twee ook de Speed Pedelec nog eens een keer wil proberen. Het fietsbeleid is eigenlijk geregeld in de CAO. Vanuit de overheid wordt gestimuleerd om zoveel mogelijk met de fiets naar het werk te komen. Dus dat betekent eigenlijk dat vanuit arbeidsvoorwaarden je een bonus kan krijgen van €500 om het extra aantrekkelijk te maken. En bovenop komt dan ook nog een keer dat je belastingvoordeel kan krijgen op het restant van het aankoopbedrag. Ik zou tegen geïnteresseerden willen zeggen, neem vooral contact op met bereikers. Laat je informeren over de mogelijkheden, want het is een superleuk initiatief. En je medewerkers worden er ook super blij van. Ik vind het een heel goed initiatief, omdat het mensen uit de auto haalt. En daarnaast is voor mij een goede optie om te kijken of ik het waard vind om zelf een elektrische fiets te kopen. Ik ben jarenlang gekomen met de auto, maar uiteindelijk toch wel besloten om een fiets aan te schaffen. Ja, ik ga nu eigenlijk elke dag op de fiets naar mijn werk. Ja, dat is gewoon fantastisch. Ik voel me er ook wel beter bij. En ik kom met een lach thuis.